the stairs with the signs of the zodiac. Throws paint in the mirror as he stands in his plastic mat. Sister Emma rises ever round and round the garden. Spends the whole day saying I beg your pardon. Hoe bent u op het idee gekomen om deze tentoonstelling te gaan organiseren? Nou, een heel aantal jaren geleden hebben wij hier ook een speelgoedtentoonstelling gehad. En het was leuk om nou weer eens een andere verzameling binnen te halen. Want dit is de wisselexpositiezaal. En wij hebben hier om de 2,5 à 3 maanden hebben wij hier nieuwe exposities. En komen de meeste exemplaren uit Nederland? Nee, het is praktisch allemaal buitenland wat hier staat. Ja, het zijn stukken die gemaakt zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. En dan moet u denken aan de 17e, 18e eeuw. Er staat één stuk bij hier achter mij. Dat is van de 12e eeuw, dus dat is wel heel oud. En bijvoorbeeld die pop die ook zometeen nog wel in beeld komt of wel in beeld geweest is, die komt uit de 17e eeuw. Hoe wist u waar u ze moest halen? Nou, de meneer waar de verzameling in eigendom is, die kenden wij namelijk. En die reist met een bepaalde tentoonstelling zelfs het hele land door. En deze voorraad, laat ik het zomaar even noemen, oneerbiedig, die hier staat, die had hij nog thuis staan. En die kon mooi hierheen. En hij in een speelgoedmuseum in Brummen, dacht ik, daar heeft hij ook nog een grote verzameling staan. Dus een Nederlander dus? Ja, dat is meneer Mulder uit Leiden. En die heeft een groot gedeelte van zijn verzameling heeft hij ondergebracht in de stichting VEOS. Dat is de Vereniging Ouderwets Speelgoed. En die is opgericht in 1977. En hij moest het ergens onderbrengen. En er zijn nog bepaalde stukken die hij echt nog gewoon in privé-eigendom heeft gehouden. Komen hier nou meest kinderen of volwassenen? Beide. Vaders, moeders met kinderen. Maar ook volwassenen. Die zelf ook dingen verzamelen, speelgoed verzamelen. Ja, die komen hier ook. Maar ja, ook behoorlijk kinderen. Wordt het druk bezocht? Ja, we mogen op het moment helemaal niet klagen. De woensdagmiddag is nog wat rustig. Maar de zaterdag en de zondagmiddag die loopt goed. Vanmorgen hebben we nog een bus gehad met 60 mensen uit Drenthe en Groningen die een tour door Soest en omgeving doen. En die zijn ook geweest. Verleden week hebben we nog een paar groepen gehad. Ja, en we horen ze nog niet. Maar als het goed is, is er een hele groep kinderen op dit moment binnen. Wanneer zijn de openingstijden? Nou, de openingstijden zijn woensdagmiddag, de zaterdagmiddag en de zondagmiddag. De openingstijden die zijn van 1:30 tot 5:00. Deze tentoonstelling draait tot en met 25 oktober. Maar voor groepen zijn we eigenlijk altijd open. Dat is gewoon even een telefoontje naar het museum, inspreken op het antwoordapparaat. En we maken een afspraak en de groepen zijn van harte welkom.